Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit. Schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkopers zei hij: weg ermee, maak van het huis van mijn vader geen markt. De Joden riepen hem ter verantwoording met de vraag: welk teken geeft u ons te zien als bewijs dat u zo mag optreden? Jezus gaf hen ten antwoord: breek deze tempel af en in 3 dagen laat ik hem herrijzen. Toen hij verrezen was uit de dood, beseften zijn leerlingen dat hij daarop gedoeld had. En ze geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Woord van de Heer.